bedreigingsanalyse van de inlichtingendienst van de politie voor de rechtspraak in 20 december gelekt. Politici moeten niet zeuren. Het Tigri-gebied weergegeven als Guyanees grondgebied. En twee leningen totaal 170 miljoen dollar, maar worden goed besteed. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 14 december 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Wie is de mol? Dat is de vraag die Suriname in zijn greep houdt. Op sociale media circuleert een document dat volgens president Santokki en justitieminister Kenneth Amoxi de kwalificatie topgeheim heeft. Er waren slechts 3 personen die het document in hun bezit hadden, zegt Santokki. De Surinaamse justitie doet onderzoek naar het lek. Het document is een dreigingsanalyse van de inlichtingendienst van de politie. En daarin wordt ingegaan op de veiligheidssituatie die zal ontstaan rond 20 december. Dat is de dag waarop het Hof van Justitie uitspraak zal doen in de hoger beroep van het 8 december strafproces. En de hoofdverdachte, Daisy Boutersen, werd in een eerder proces veroordeeld tot 20 jaar cel. Zijn partij, de NDP, riep onlangs de leden op voor een vergadering op 16 december. Zij zouden daar instructies krijgen voor 20 december. Boutersen zou zijn aanhang ook toespreken, was aangekondigd. In het rapport wordt concreet ingegaan op de militante groepen zoals de Tucayana. Zij zijn militair getraind en zijn tijdens de regeerperiode van Boutersen bewapend. De zogenoemde Tucayana-Amazones vochten tijdens de Binnenlandse Oorlog samen met het Surinaamse leger tegen het junglecommando van Ronnie Brunswijk. En in juni 2021 deed Boutersen aangifte van diefstal van een groot aantal zware wapens en munitie uit zijn woning in de wijk Leonsberg. Het zou volgens de aangifte gaan om onder meer Kalasnikovs en granaatwerpers. Surinaamse politici kregen een standje van de Guyanese vicepresident Barat Jagdego. Politieke partij DA91 protesteerde schriftelijk bij het internationaal gerechtshof tegen een kaart die Guyana had ingediend bij het gerechtshof. Op de kaart werd het Tigri-gebied weergegeven als Guyanees grondgebied. DA91 noemt dit verbazingwekkend en diep betreurenswaardig en vroeg het hof deze kaart te verwerpen. Barat Jagdego zei in een reactie dat zijn regering zich niet zal laten betrekken bij opportunistisch geruzie. Sommige leden van de Surinaamse oppositie zouden proberen een ruzie aan te wakkeren vanwege het grensgeschil tussen Suriname en Guyana. Ook in het parlement werd boos gereageerd op wat genoemd werd het brutale gedrag van Guyana. Er werd ook gemoord over het feit dat de regering op geen enkele manier had geprotesteerd tegen de ingediende kaart. De parlementariërs willen niet eens spreken van een betwist gebied. Betwist betekent dat je niet zeker bent van wie het gebied is, maar Tigri is van Suriname, zei fungerend parlementsvoorzitter Harriet Ramdien. De Surinaamse politici moeten niet zeuren, vindt de Guyanese vicepresident. Want zelfs Albert Ramdin en president Santokki hebben niet over de grenskwestie gesproken toen zij de Guyanese regeertop ontmoetten in Dubai. Suriname nam enkele dagen terug 2 leningen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor totaal 170 miljoen Amerikaanse dollars. Financiënminister Stanley Raghubarsingh begrijpt dat mensen zich afvragen of de regering niet te veel leningen neemt. Maar het gaat er vooral om dat de leningen goed worden besteed. Dat je investeert in ontwikkeling en bovendien wordt geleend in samenspraak met het Internationaal Monetair Fonds, bezweert de minister. Suriname leende 150 miljoen US dollars om het openbaar bestuur transparanter te maken en 20 miljoen voor het versterken van de capaciteit van het statistische systeem. Mogelijk komt er zelfs een lening die zal worden gestopt in onderwijs. Dat zal gaan naar een project voor onderwijs in het Engels als tweede taal, om die te ondersteunen. Er zal ook worden geïnvesteerd in internet voor scholen en docenten zullen worden bijgeschaafd op het gebied van digitale vaardigheden.
Daarvoor komt ongeveer $40 miljoen via een lening beschikbaar. De leningen hebben een aflossingsvrije periode van 5,5 jaar en moeten in 20 tot 25 jaar worden afgelost en hebben een rente van 1-2% per jaar. En tot zover RegioNieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuwsmelden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.